Plus is een beweging. Het is de organisatie die zich het beste kan aanpassen aan steeds weer nieuwe realiteiten. Dat is de organisatie die relevant blijft. Dus dat betekent dat het maken van keuzes buitengewoon ingewikkeld is. En dat maakt ook dat het aanpassingsvermogen dat je dat moet versnellen. Nou, daar kun je maatregelen op treffen. Je kunt bijvoorbeeld investeren in je kennispositie. Want als je daar zicht op hebt, dan heb je ook zicht op de disrupties van morgen. Het gaat erom dat we een organisatie moeten willen zijn die de blik naar buiten heeft. In plaats van wat naar binnen gekeerd. Dus samenwerking is dan een hele belangrijke factor. En samenwerken is, naar mijn idee, lukt alleen als je een gezamenlijk doel hebt. En een weloverwogen eigenbelang wordt gediend van beide partijen. Ja, hoe innoveer je? Nou, bijvoorbeeld door te experimenteren. Dus nou, concept development en experimentation is dan een vraag. En wat wij als experimenteerobject hebben neergezet is een base. Een basis die we bijvoorbeeld in Mali bouwen of in Afghanistan of in Irak of waar we ook komen. Er is een woestijn. Even later is er een kamp Holland. Als je hem afbelt, dan zie je elke keer dezelfde dingen. Er zit bescherming, er zitten onderkomens, er zit gas, water, licht. Er zit waste management, je moet ook van je afval af. Er zit bescherming. Nou. En die hebben we voor een deel in de markt gezet. Ze zeggen, nou, help ons, wij bouwen een base. Maar wie helpt ons een betere base te bouwen? Voor die bedrijven, die vinden het prachtig als ze een stempel Defensie Proven hebben. Want als het heel goed werkt, dan laten we ze ook niet hier in Ede, waar we dat experimenteercentrum hebben. Maar dan kunnen we zo'n technologie naar Mali, naar Irak, kunnen we het gewoon beproeven. En hun verdienmodel zit bijvoorbeeld in de recreatiesector. Lowlands, eerst heb je een weiland, dan heb je een dorp, dan heb je een feest, dan heb je weer een weiland. Dus daar zit voor die bedrijven een enorme omzet. Ja, en mij maakt het niet uit om wat voor reden ze willen innoveren. Als het ons helpt en het helpt hen, dan hebben we een deal. Wat ik al zei, degene die zich het best aanpast, dat is degene die relevant blijft. En dat geldt op het, zeg maar, organisatieniveau, geldt ook op het individuele niveau.